Und Twitch ist für gut drauf von allgemein. Das hat ihn gestellt. So, kijk of er een vrachtje dan maar komt. Ja. Het zal allemaal ingesteld, dus dat. Ja, Marco, veel ja. Keuze hebben we niet. Hè? Zal Rotterdam, Luxemburg of Berlijn worden? Hoezo? Heb je twee bladzijden? Nee. Ja, maar dat is. Hè, kijk, ik heb nu wel eigenlijk de vrachten van de server. Hè, want ik heb overal dezelfde tijd. Maar normaal gezien, hè, je hebt je nu toch juist terug opnieuw gesynchroniseerd. Ja. Dus je hebt nu eigenlijk alle vrachten terug die dat er in het begin op de server stonden. Maar stel je voor. Hey, jij pakt nu bijvoorbeeld die rit van Mannheim naar Rotterdam. En jij moet je rit dan een tijd niet terug synchroniseren en jij komt terug naar hier. Hè. Dan is die rit van Mannheim naar Rotterdam weg. Maar ik kom jij terug naar Mannheim en jij synchroniseert je vrachten terug opnieuw. Dan staat die rit van Mannheim naar Rotterdam er terug in. En dat is gewoon, ik heb mijn ritten niet terug moeten synchroniseren. Dus alle ritten eigenlijk die ik al had gedaan van die server staan er bij mij niet meer tussen. Ja, ja. Dus ja, je kunt kiezen, Marco, van tussen de drie, Rotterdam, Luxemburg of Berlijn. Nummer 1, K3, Michel, Gerards, Steve, Delau, Swissleaks, Obama, Castro, Taxshift, Turteltax, 1,5 graden, klimaat. Maar Rotterdam gaat wat drugs aan, denk ik. Oh, Luxemburg weet ik niet of dat druk is. Berlijn dan? Dat is die caviar van 14 ton. Ja. Precies geen geduld. Je gaat over het voetpad. Dus. Want die had geen geduld. Bijna staat hem daar vast. Thank you.
Die hier wou die ertussen die gast, denk ik. Ja, is duur. Ja, die heeft echt geen geduld. Hier is een parkeerplaats, Wesley. Welk? Hier is een parkeerplaats hierboven. Welke parkeerplaats? Hierboven de beton hier. Rechts. Waar toen de hele konvooi stond. Oh. Yo, ik zie eigenlijk niks lang... van parkeerplaats erboven. Ik zit in mijn cabine, dat is hoog. Ik kan niet zien wat dat daar is. Ja, dan gaan we dadelijk eens kijken. Dan kan je zo even oprijden. Tim Birkling gedraaid. Ja, misschien moeten we dat maar doen. En ja, ik zeg het, het kan wel zijn dat ik dan last heb van een desync, dat ik terug aan het livestreamen ben. Want ja, lek, dat gaat misschien nog wel meevallen, maar die desync heb ik altijd wel, dat die kilometer per uur een beetje schuilt. Omdat mijn, vanaf dat ik OBS eigenlijk open, gaan mijn frames per second naar beneden. Maar ik zal eigenlijk straks ook eens al die andere livestreams van vorige keer ook eens online zetten eigenlijk van mijn kerst toen. Want die staan allemaal op de Twitch, maar nog niet op onze YouTube. En jij bedoelt dat beton hier voor ons, of ja, wat? Ja. Dat is een hele grote parkeerplaats. En hoe raakt het daar dan op? Daar waar wij vanaf kwamen, moet je eigenlijk hier weer de weg afrijden, linksop. Van naast dat gebouw, oké, volgens mij erop rijden. Nou, oh, want uiteindelijk staat dat ook niet aangeduid op de map, of zo, dat daar een parking is. Kijk maar, ik ga daar naartoe. De tocht daar langs is. Hier is de ingang, Wesley. Hier links of van? Ja. Kijk maar. Het is precies wel een klein doorgangetje. Ja, ja. Zie je bijna zelfs niet dat hier een parking is. Maar dat is inderdaad ook wel groot eigenlijk, voor af te spreken. Ja. Als je ooit in Mannheim bent en je wilt een groot konvooi doen, dan kun je dat hier gewoon afspreken. Oh my. Oh nee, ik dacht dat ik nog door het oranje ging staan, maar oh nee, nu misschien heb ik het vergeten. Ja.
Man, tegenwoordig staan al die lichten precies op rood als waar hij, joh. Op de grond, dat had ik wel werkelijk. En zoals gisteren hadden we ook tegen rood licht naar Dender. Ben jij 90 aan het gaan? Ik heb plek. Ja, inderdaad. En waren jij 90 aan het gaan? Nee, ik was 85 gedreven. Ah ja, ik dacht al, want ik zit maar op de 80. Maar ik dacht, ja, dan heb ik precies toch geen D-sync als je 90 gaat, want ik moet 80. Ik heb mijn cruise nu terug op 90 gezet. Maar ik zeg, het kan wel zijn dat 90 bij u, allez, ja, op mijn kilometer minder snel is bij u door OBS. Of. Maar moest het echt te traag zijn, dan moet het maar zeggen, dan zit ik op 95 of zo, moest het echt te traag zijn. Nou, te traag is het niet. Oh, nu heb ik hem ook maar op 83 staan, omdat jij wel weg waart. Maar als jij op 150 zo zit, dan zit ik hem terug op 90. Oh, nu moet ik hem terug op 90 zetten. Maar de juiste, dat kan ook zijn, er juist stond je mes op 100 en zoveel toen dat er even zoveel man voorbij kwam. En weet je wat ik ook wel ga halen, denk ik, als ik mijn gaming PC heb? Die wat je noemt dat, Oculus Rift of zoiets.
Zo dat ding dat je op je kop moet zetten van als je je hoofd draait, dat je eigenlijk je scherm draait in het spel. Ja. Dat wil ik eigenlijk ook hebben, want zo nu eigenlijk in veel bochtjes moet ik met die knopjes draaien. Maar dat gaat vaak eigenlijk zo veel te traag, waar ik eigenlijk keihard traag door die bochtjes moet om eigenlijk die bocht deftig te kunnen pakken als ik echt eigenlijk rondom mij wil kijken. Dus eigenlijk vaak nu pak ik mijn bochten eigenlijk ja, zonder opzij te kijken, omdat ik weet dat ik anders ergens tegen zit, omdat dat te traag draait. Nou, als jij dan dat ding op hebt, ja, dat is wel veel makkelijker. Als jij gewoon even in je rechtse spiegel wilt kijken, je draait gewoon even je kop naar rechts en je kijkt naar rechts. Ja. Ja, en ook al niet iedere keer dat spiegelje daar rechts nodig. En ja, dan is het ook al wel sneller voor even naar links en naar rechts te kijken. Maar dat zal ook wel wat geld kosten waarschijnlijk. Ja, dat helpt toch ook alweer een beetje met de GPS dat je die bolletjes of je tegenliggers krijgt. Welk? Dat ze van links of rechts komen. Deze toch in de GPS zien. Dat helpt toch wel een beetje. Ja, en ook gewoon voor rond te kijken gaat ook allemaal sneller. Hè. Eigenlijk nu, stel je voor, ik moet mijn beeld naar links draaien op een kruispunt. En dan eigenlijk van links terug naar rechts. Ja, pak dat gemakkelijk 2 seconden eigenlijk duurt. Maar in die 2 seconden, terwijl je die bocht neemt, dan kun je al wel ergens tegen zitten eigenlijk, omdat je beeld niet snel genoeg draait. Ja. Dat heb ik al vaak gehad, zo in bochtjes. Dat ik ja, tegen 80 zo die bocht pak en mijn beeld aan zo eigenlijk in een goede hoek wil zetten, maar tegen dat hij in de goede hoek zit, ja, dan ben ik die bocht te laat en zit ik al ergens tegen. Ja. En wat dat ook een ding is wat we kunnen doen, maar dat kunnen we ook pas doen als onze site echt helemaal af is. Op het forum eigenlijk, van de multiplayer zelf. Daar kun je ook eigenlijk als je VTC aanmelden en dan daar eigenlijk zetten dat je mensen zoekt. Op het forum van de multiplayer zelf, op die site. Maar dan ja, moet je een site hebben en ik dacht minstens met 5 mensen, maar ik weet het niet meer zeker. Wie komt bij jou in de buurt? Wie komt in de buurt? Hermes. Oh, 200 en zoveel meter nog. Maar we zijn meer hier in de tap. Welk? Dus die komen er weer meer in de tap. Oh, maar het is vandaag weer goed druk precies. Oh ja, tegenwoordig altijd. Vroeger, als ik overdag nog wat kwam, dan was het nog rustig. Nu is zelfs overdag altijd stampvol in die server. Ik zal mijn dingen even terug op 80 zetten. Maar nu is het uiteindelijk nog redelijk licht, hè. Ik kom wel weer bij. Als je terug zo op 150 ongeveer zit, dan zal ik hem eens terug niet te snel zetten. Maar ik zal eens 85 proberen, want 90 is precies iets te snel.
gewoon 85 staan nu. Het is nog van gisteren, van, toen we gestopt zijn. Maar je moest niet tanken. Nee. Oh, ik had mij echt zo eerst keiver naar rechts gedraaid en dan zo helemaal naar links. Ik dacht, dan kan die er nog tussen. Sorry Wesley, ik heb nog... Ik had er nog wel in zitten, maar ik had uiteindelijk niet echt veel er meer in zitten. Ik heb nog een kwart of zo had ik maar van mijn tank. Tot 3000 kilometer. Oh, dat is wel ver genoeg voor dat ritje, want uiteindelijk dat was zelfs nog geen 1000 kilometer, deze rit. Nee. Ashley, heb je nou de deur achter open staan? Huh? Trailer. Van mijn trailer? En de deur open staan van de trailer. Nee, die is toch toe? Volgens mij heeft er iemand in gezeten.
als op mijn beeld, als ik kijk, dan is dat toe. Het zou wel grappig zijn als dat echt zo zou gaan, als er zo iemand tegen u zit, dat je ineens uw deur zo openvliegt. Want dat zou ze ooit toch nog wel moeten maken in dit spel. Als je echt zo weer eens tegenrijdt, dat je ook echt zo die bluts of zo ziet. Want zoals nu, je hebt die schade wel, maar ja, je ziet het nooit. Nee, dat zie je niet. Ja, je merkt het alleen tijdens draaien en zo. Als jij zelf schakelt, dan merk ik dat wel, dat er bijvoorbeeld een versnelling en zo weg is. Dus dat is dan weer wel realistisch. Alleen ja, als ze het dan echt nog realistischer zou willen maken, dan moeten ze dat ook zo maken eigenlijk. Van ja, als ik bijvoorbeeld een schammetje tegen u geef, dat er een kras eigenlijk op uw verf staat en zo. Snap je, zo zouden ze dat nog moeten maken. Daar heb je wel een mod voor, hè? De singleplayer. Oh, echt? Dan wist ik zelfs niet dat daar een mod voor was. Ik heb gezien dat met schade, dat de truc zeg maar een flinke deuk in zit voor. Oh, dat zou wel leuk zijn als ze dat in een multiplayer zouden doen. Zo, hup, ineens met een bumper of zo eraf. Dan gaan mensen ook sowieso wel properder rijden dan nu, zo ja. Waar ze die trap er ook nergens in? Huh? Is die trap er ook nergens in? Hoe dan? Ja, als ik zeg dat de deur achterover is, dus nee, hey, kan dat dan niet? Die is dicht. Oh, ik ben gewoon iemand, als iemand zoiets zegt tegen mij, dan moet ik altijd als eerste gezien hebben. Hoor. Ik ben altijd zo curieus dat ik altijd direct gewoon kijk. Hoor. Een beetje grapjes maken. Je hebt alle 221 ms. Oh, lekker. Nee. Oh, ik heb altijd nog maar één in mijn tab. Die ene was eigenlijk redelijk snel uit mijn tab. Ik denk dat hij goed snel voorbij reed. Het zou goed zijn als jij binnenkort ook een ander pc knipt, misschien dat je dan ook terug wat beter raadt ofzo. En snap je, want nu zijn al die kleine bitjes wat bij elkaar, hè. Uw pc, uw kaarten, dat misschien nog altijd wat los ziet ofzo. Snap je, waarschijnlijk hè, de ene keer heb je misschien wel lek van uw internet, maar de andere keer heb je misschien dan weer lek van uw pc zelf bijvoorbeeld. En als dat dan van uw pc dan al weg zou vallen, dan heb je dat wel op minder momenten lek. Ja. En ook dan zijn we met twee voor te livestreamen. Hè. Berlin, immer geradeaus. Zijn we er al vanaf? Als we op onze losplaats zijn, dan ga ik wel alleen heel snel even aan mijn was in de droogkast steken. Ja.
woensdag VND is failliet verklaard. En wat is dat? Vandaag gezegd, dat is een winkel. Kan ik zelfs niet, ja. Het zal alleen misschien een winkel als dat bij jullie is aan. Ja, volgende week van een groot warenhuis is dat. 10.000 mensen op de straat. Dank je. Dat is echt wel erg eigenlijk, soms dat je dat hoort, hè, van echt die hele grote bedrijven dat dan zo failliet gaan en hoeveel mensen dat er eigenlijk ineens op straat staan. Maar ik snap dat zelfs niet, allee, dat eigenlijk zo'n groot bedrijf dan failliet kan gaan. Wat de meeste mensen online gaan shoppen. Ja, maar als je moet meegaan met je tijd dan, hè. Als je een groot warenhuis hebt en je ziet, de mensen komen niet meer naar de winkel, maar ze gaan online winkelen. Ja, dan openen het toch gewoon zoals de winkels bij ons, de Colruyt en de Lijst, ook een online shop. Je moet inspelen op de klanten, hè. Ja, nou is V&D is eigenlijk, het bestaat al zo lang, hè. Oh, ik snap dat eigenlijk zelfs niet. Eigenlijk de kleding onder hebben ze de worst en de vleeswaren en de sieraden. Dat is zoiets als de Primark dan eigenlijk, of wat? Ja. Dat van die naam had ik zelfs nog nooit gehoord. De Primark en zo, dat kende ik wel allemaal bij jullie, maar dan niet. Boom en Treesman. Ja, dat heel lang. En bij jullie zijn ze wel streng eigenlijk, hè? Van de warenhuizen, van alcohol en zo. Ja. Want zo van de week, dat is een paar weken geleden, was ik zo aan het station in Rotterdam. En dan zag ik zo reclame van, ik weet al niet meer, van de winkel. En ja, daar kregen ze zelfs geen alcohol vanaf 18 jaar mee. Nee, dat klopt. En ik heb dat ooit ook eens gehad. Ik was, ik weet al niet meer waar ergens, maar ja, dat was mijn ex van mij, die hun familie. Die hadden een camping ergens in Holland. En ik was eens meegegaan naar die camping, maar ik had mijn pas niet bij, want mijn pas was kwijt. Dus ik was eigenlijk een week in Holland zonder pas. Maar ja, ik rook. Ja, vergeet het maar, zo dat ik ergens sigaretten mee kreeg zonder die pas. Ook al zag ze dat ik oud genoeg was. Zelfs een pint. Vergeet het, hè, dat ik dat mee kreeg zonder mijn pas te laten zien. Hier, hè. Gaan naar de nachtwinkel. Hier krijgen ze het meer van 10 jaar, bij wijze van spreken. Oh, toen had ik toch wel gevloekt, toen ik die week in Holland zat zonder mijn pas. Ik moest de hele tijd hopen dat er dan zo iemand anders voor mij sigaretten wou gaan halen. Terwijl ik eigenlijk wel oud genoeg was, hè, want ze zagen dat dan ook en toch kreeg ik ze niet mee. Maar het gaat dus niet zozeer om jou dan. Het gaat zozeer om die persoon die het jou geeft. Ja, maar het was toch in alle winkels, hè, waar toen in de buurt. Maar ja, ik weet eigenlijk echt niet meer waar dat die camping ligt. Het was wel schoon uiteindelijk daar, hè. Maar ja, gewoon al die winkels daar, die waren zo streng, echt nergens kreeg ik het mee, hè. Ja. Maar gelukkig dat die grootvader van haar dan ook nog rookte, dus dat ja, dan voor mij mijn sigaretten kon meepakken. En het is dat bij jullie echt in alle winkels zo die regel van dat je eigenlijk geen alcohol van op je 18 meekrijgt. Ja, dat klopt. Oh, want zo bij ons is, hier in België is het eigenlijk op je 16, dan mag je wel zo een pintje of zo kopen en dingen. Maar niet zo vodka of zo, dat dan weer niet. Dat mag je dan weer pas op je 18. En bij jullie is dat 22 zeker of 21. Ja, nee, want ik had voor de keer zien staan op 18 jaar dat je juist geen alcohol meekrijgt bij jullie. Ja. Zelfs geen pintje op je 18. Nee. Ja, oké. Bij ons is het eigenlijk een pintje op 16 en dan zo de sterke drank zoals de vodka en zo en de andere sterke dingen. Zij is, 18. Oh, die van mij is 21 hoor, die krijgt zo'n flesje gemaakt mee hoor. Het zal ook wel misschien van winkel tot winkel dan of zo afhangen, of misschien dat ze hoorden dat ik niet van daar kwam of zo en daarom dat ze hadden van een beetje strenger zijn of zo. Tegenwoordig drinken ze toch ook geen bier meer, dat is toch allemaal shotjes. Wow.
Ik zelf ben niet echt zo voor je sterke drank. Als ik mag kiezen, geeft mij dan toch maar gewoon een pintje. Zo. En zelfs dat drink ik zelfs amper. Dat is misschien zoiets. Oh, twee keer op een jaar of zo dat ik misschien zoiets avonds een pintje drink voor de computer of voor een tv. Hey, goed. Maar bij mij is dat ook omdat het een beetje gevoelig ligt, dat alcohol. Except, mijn vader is daar al overleden en daarmee ja, dat ik ook niet echt iedere dag al in alcohol zit. Ja, en ik met mijn medicijnen. Nou, oh, dan moet je inderdaad ook oppassen. Ja, dat heb ik nu ook wel zo regelmatig. Van, ja, dat ik zo ook vaak medicijnen moet pakken, maar ik drink het eigenlijk sowieso wel niet echt vaak door ja, hetgeen wat er met mijn vader dan allemaal is gebeurd. Hè. Want als je zoiets hebt meegemaakt in je familie, ja, geloof me, dan moet je toch niet. Al ja, dat je echt ziet ja, van hoe dan een mens daar vanaf kan zien. Hè. Ja, dan blijft het daar zelf toch ook wel af. Hè. Maar dat is uiteindelijk met alles een beetje. Hè. Hetzelfde als je eigenlijk ja, iemand in je. Ja, hetzelfde als je een beetje iemand in je familie hebt eigenlijk. Ja, die dat bijvoorbeeld speed en zo pakt of coke. Allee, als je dat zo eigenlijk ziet in je familie van hoeveel last en hoe hard dat die mensen er eigenlijk onder laat, ja, dan blijft het er zelf ook al minder snel af. Hè, omdat je de miserie en zo al kent dan. Ja. Ik ga even snel mijn was oversteken in je droogkast. Hè. Ashley, ik ga even de vrouw achternaam, die spuiten. Welk? Ik raad de vrouw even achternaam, die spuiten met zijn mondje. Oké.